Naar het schema van deze aflevering wil ik jullie eventjes wat laten zien. Ik heb hier een bericht van Transfer News Live op Twitter. En eventjes in het kort. Er staat dus dat Ten Hag zich aan het voorbereiden is op de transfers van Harry Kane en Declan Rice. Tenminste, hij gaat proberen, hij gaat de poging wagen om ze te halen. Daarvoor moet hij dus spelers gaan verkopen. Nou, ik heb al ergens anders gelezen. Spelers die op het lijstje stonden waren McTominay. En Maguire, dat zijn de twee grootste namen volgens mij. Dus ik denk niet in deze transferperiode, maar in de volgende gaan we proberen om Harry Kane en Declan Rice te halen. Oké, we gaan kijken naar het schema van deze aflevering. De transferperiode is zo goed als geopend, want ja, we zitten nog niet in de maand januari, maar we hebben nog maar 3 dagen in de maand december. Geen wedstrijden, dus ja, even kijken hoor. De eerste wedstrijd voor is gaan we simuleren. Bekerwedstrijd, ja oké, we hebben maar, even kijken, 5 wedstrijden in de maand januari. Dat zijn eigenlijk allemaal clubs. Crystal Palace, Southampton, Brentford. Die ga ik... Maar dat zijn wel veel wedstrijden die ik moet gaan simuleren. Even kijken naar februari. Fulham, Brighton en Hove, Bournemouth. Dit zijn... zeker maar dan. Ja, daar hebben we ze. Liverpool, Spurs, Wolves. En dan hebben we... Ja, oké, dan komen de grotere namen weer, hè. Ja, oké, dus eigenlijk... Dan gaan we gewoon de wedstrijden spelen. Maar dan zit ik te denken. Waar zijn we? Januari. Dit is, als dit een FA Cup wedstrijd is, gaan we die spelen. Maar dan wel met het soort van tweede elftal. Crystal Palace vind ik altijd een leuke tegenstander. Dus die gaan we ook spelen. Forest. Ik denk Forest. Want Forest heeft heel veel aankoop gedaan in het echt. Dus ja, ik bedoel van, ik vind het wel leuk om tegen hun op te nemen. En ze zijn pas gepromoveerd, weet je. Dus dan wordt het Forest. Als dit een FA Cup wedstrijd is, Exeter City. En dan Crystal Palace. Oké, dit is heel belangrijk. We gaan een paar dingen veranderen. Rashford in de vorige aflevering was weer een teleurstelling. En sinds hij een kind van de club is, gaan wij hem vervangen met Cody Gakpo. Want Rashford kan ook spelen als linkervleugelaanvaller. Gakpo op de bank, want hij is eigenlijk een hele grote teleurstelling. Hij is een basisspeler, maar hij maakt het gewoon niet waar. Weet je, dus even kijken. We hebben alleen geen spits dan. Gakpo is geen spits. Martial moet gaan spelen. Kijk, weet je wat het is met Weghorst? Hij heeft gewoon totaal geen snelheid. Weet je? En ik ga ook heel eerlijk met jullie zijn. Weghorst, bedoel van, hij is gehaald door Ten Hag. Maar ik weet niet of we hem gaan houden, man. Even kijken. Davido Neres, ja, Anthony is geblesseerd. Dus ja, we hebben geen keuze. Wan-Bissaka, Varane. Voor de rest staat het goed. Dus dan hebben we Martial in de basis voor het eerst, hè. Weet je wat? Omdat Martial gaat misschien weg, hè. Weghorst. We geven jou de kans, Weghorst. Maar dan moet je het meteen laten zien in deze aflevering, weet je. Martial wel op de bank. Low op de bank sowieso. Rashford links buiten. Ik ben benieuwd. Ja, we hebben natuurlijk Bellingham. Ja, Sancho of Gakpo op de bank. Ik ben echt totaal teleurgesteld gewoon in Gakpo. Dus Sancho op de bank. Van de week Williams. Ja, omdat... Shaw is weer. En Maguire, ja. Maar wacht even. Maguire gaan wij verkopen. McTominay, oh, dat zijn 2 grote namen van Manchester United. Dus we kunnen nog wel wat geld verdienen. Misschien hopelijk in deze transferperiode. Het is 1 februari. Wie is dit? Garnacho. Ja, oké, luister. Het is 1 januari. We hebben een paar mailtjes. Wacht even. Weghorst teruggehaald. Wat? Gebrek aan speeltijd, maar hij heeft best wel veel gespeeld. Bruh. Wauw, dus dat is wat we doen. Dus we zijn Weghorst kwijt. Omdat hij te... Ik heb hem... Wat? LOL! Oké, we hebben geen geld, dus we kunnen op dit moment niks doen. We gaan even wat kijken. Dit zijn de spelers op het lijstje. Martial kunnen we niet verkopen. McTominay. Helemaal vergeten.
Wacht even, McTominay mag vertrekken. Dat wordt... Oké, okay, wacht even. Even denken. Wat is zijn waarde? 28,5. Kunnen we meer krijgen? Wacht even, ze bieden al 36,3. De max is rond de 37,7. Dit is al een hele mooie deal. Weet je, ik bedoel van als ik ga onderhandelen en... Weet je? Is dat... Is niet verstandig, hè? Nee. Je gaat gewoon accepteren. Want kijk, nogmaals. Tussen de 25 en 37. Ze bieden 36,7. En even kijken, Barcelona bood 26,7, AC Milan 27,9, accepteren. Dat betekent, als het goed is, als de deal doorgaat, hebben we straks genoeg geld om misschien een backup te vinden voor Nkunku. Oké, okay, we gaan ons focussen jongens. De eerste wedstrijd van deze aflevering is tegen de nummer 19, Forest. Ik denk niet dat iemand hier, ja, je weet het niet. Dit is de Prem, Nottingham, misschien had ik gelijk, misschien hier, misschien niet. Dit zijn de 11. Even kijken hoor. Hennessy, wat een naam. Aurier, Brooks, Niakate, Lodi. Lodi? Kramer, Lingard, Gibbs White, Amiri, Watkins en Awoniyi. Hou op. LOL! Luister, dit zijn 11. De Gea, Van Bissaka, Varane, Martinez, Malasia, Neres, Casimiro, Fernandes, Rashford en Kunku. Martial! Rashford speelt als linksbuiten, Martial in de spits. Dus we hebben wel echt twee cruciale wijzigingen, jongens. En ik ben benieuwd, want ja. Rashford is te wisselvallig in de spitspositie. Hier hebben we Rashford. Hij is er meteen langs. Rashford! Kijk, hij gaat zeker naar links gaan. Ik ga naar Ten Haag. Niet naar links gaan. Ja, hij gaat naar links. Dus je kan niet meer naar de coach rennen? Niet deze viering, man. Wacht even, trouwens. Eerste kans van Rashford als linksback. Oh my god! Jullie zeiden in het begin van speel Rashford als linksbuiten. Ik weet, in het echt speelt hij als linksbuiten, maar ik dacht, hij kan ook als spits spelen, weet je. Ik heb denk ik een foutje gemaakt. En ik, ja, dus ik moet mijn excuus aanbieden, man. Want als hij nu al zo begint... Maar wacht even, Gakpo was ook zo begonnen, hè? De eerste wedstrijd van deze serie. Eerste wedstrijd. Meteen zo'n doelpunt van Gakpo. Dus nee, want we weten allemaal, Gakpo is de bang. Ja, weet je. Martial in de spits. De eerste keer dat hij start, hè. Gewoon bizar. Ik dacht dat ik hem had verkocht, maar dat is eigenlijk de reden waarom hij niet speelde. Ik dacht dat hij... Maar ik heb hem gewoon helemaal geen kansen gegeven. Dus ja. Ook een beetje mijn verraden. Verraden. Stop met klagen jongens, we gaan gewoon voetballen. En Kunku. Martial, buitenkantje! Oh! Zag je dat buitenkantje voet? Nee. Dit is Forest. Forest staat helemaal onderaan. Laten we het niet gek doen. In deze aflevering hebben we sowieso ploegen waarvan we eigenlijk 100% moeten winnen. Dus er is heel veel druk op de schouders van de spelers. We kunnen geen punten laten liggen. Weet je, dit is de Prem. Dat doelpunt van Martial laat me denken. Hebben wij een fout gemaakt met Martial? Weet je? Ik bedoel van, hebben wij een fout gemaakt? We spelen lekker. Vooraan. Ongelooflijk. We spelen lekker. Vooraan. Koning van de Jinx. Bro, hoe verlies je daar die bal? Niet klagen. Kan gewoon gebeuren. Zo. Buiten. Hij had hem gegeven op die speler die zakt op het allerlaatste moment. Wan-Bissaka. Martial. Bruno, 3-1. Goed gedaan van Bruno. Bruno is gewoon echt... Ik zei vorige keer Nkunku de beste speler. Maar Bruno Fernandes en Nkunku beide zijn aan het vlammen, man. Blijf gaan. Niet doen. Wat een redding van de game. Zo. Sowieso minimaal geel. Het zou... Ga je niet eens een kaart geven? Hij gaat niet eens een kaart geven. Oké. En Amiri.
De schaar vooraan is er nog bij. Dalot ook. Dalot onderschept. Dan gaan we kijken. Wat kunnen we doen? Dit is een show! Maar... Wat een kans van Sancho. Niks aan de hand. Malasia wint. Een soort van. Wat? Davido Neres. Hebben we eigenlijk helemaal niet gezien. Jammer. Dalot. Pas. Jaden. Aan de kant. Jaden! Sancho! Oh! Oh, 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 oh. Hele doelpunt. Dit is wat ik... Weet je? Dit had ik zoveel eerder willen zien van Jaden Sancho, man. Kijk die actie. Kijk die actie. Jaden Sancho. Kijk die actie. Hier. Bam. Low, low. Waarom loop je bijna in de weg? Oh, prachtig gedaan van Jaden Sancho, man. Zo! Ik wou gewoon nog een keer te scoren, man. Jammer. 4-1 overwinning op Forest, jongens. Lekkere wedstrijd. We gaan het opnemen tegen Exeter City, FA Cup, maar we gaan sowieso niet met het eerste elftal. Dat is totaal niet nodig, zou je denken. Even kijken, wat kunnen we allemaal doen? Sowieso Rashford, maar ja. Gakpo, je krijgt minuten. Davide Neres, moet van Anthony. Weet je, Dalot, Malasia, Shaw. Nee, weet je wat we doen? Niet Shaw, maar Williams. Low. Gaat spelen in plaats van... Martial en Kunku moet eigenlijk rust krijgen, maar we hebben gewoon geen... Ja, wacht even. Sancho, maar Sancho is nu een... Moet even kijken. Bellingham. Wacht even, wat is dit? Bellingham. Donny. Lindelof. Toen 7 mag een keer spelen. En wie wordt de vervanger van Nkunku? Weet je wat we doen? Ik ga voor McNeil. En dan doen we het zo. Even kijken hoor. Ja toch, moet wel. Want McNeil is 63. Oeh, dat moet wel lastig voorin. De wedstrijd tegen Exeter zit, jongens. En we spelen met een... Niet eens tweede elftal. Dit is gewoon derde elftal. Gewoon. Dit zijn de 11, jongens. De Gea, Williams, Toan Zebe, Lindelof, Dalot, Van der Beek, Bellingham, Gakpo, Davido Neres, McNeil, Low. McNeil maakt zijn debuut dit seizoen. Williams heeft al eerder gespeeld volgens mij. Ja, jawel. En low voorin. Maar oh ja, het is gewoon de keeper. Gruwelijk. Davide Neres. Wat kan we doen? Hoe zag die actie? Door de benen. Door de benen. Mooie actie van Davide Neres hier. Eerst dat wipje. Hier. Bam. Vervolgens komt hij terug. En dan maakt hij het af. Met de panna. Hier. Kijk deze. Ah, dat doet pijn. En dan gaat hij onderuit. Ja. Geen buitenspel. Bellingham moet het afmaken. Kom op, Bellingham. Jammer, man. Dat was een mooie paas trouwens. Bellingham, dat zijn wel je kansen. Je bent de aanvoerder. Hey, toch, de leider op het veld. Maar je moet het wel laten zien. Oh, oké, onze bal. Hier is McNeil, talent van Manchester. Williams. Zo, heel veel geluk. Heel veel geluk. We hebben de bal. De Bellingham moet mee. Gaat hij mee? En het schot! Wie was dat? Mooi schot. En dat is een schot. Geblokt. Wow, wat een redding! Wow. Hoeveel tijd dan? 10 minuten nog. Binnen. Ja, dit is hem. Dit is hem. McNeil is niet snel, hè? Maar je wilt de bal. Hey! Nee! Even opletten. Hij kan schieten! Hè? Hoe kan hij schieten? Plus op doel! Dit is een hele slechte fase van United, man. Hou hem, bij je. McNeil gaat... Hey, jongen. Nee. Je verliest het duelletje. En de bal valt daar. En ze kunnen weer schieten. Ze hebben gewoon een penalty gefixt. Even kijken hoor. Davide Neres. Dat is een penalty. We
We komen gewoon op achterstand tegen. Misschien niet. De Gea. Ah! We komen gewoon op achterstand tegen Exeter City. We hebben een probleem. Dit is de FA Cup. Rustig nadenken. Wat kunnen we doen? Ja, Gakpo. We gaan niks doen. Gakpo, jij en Bellingham. Ja, toch? Wacht even hoor. Wacht even. Ja, Gakpo, Bellingham. Jullie twee moeten... En... Ja, de Gea. Maar ja, die doet het al. Jullie twee... Kom op, man. McNeil komt in... Ja, dat is het verschil, hè? Cody Gakpo. Cody Gakpo. Cody. Donny van de Beek. Donny van de Beek. Donny! Klaar, de jongen! Kijk dat schot van Donny! Onderkant kruising! Of nat! Bijna kruising! Wat een doelpunt! We zijn terug in deze tijd. Het is niet Gakpo, niet Bellingham, het is Donny van de. Van de Beek. Nee! Jongen! En dan hebben we Gakpo. En dan hebben we. Gakpo, bro! Lol! Gakpo gaat eraf! Loop! Die keeper doet... Wat? Ben je serieus? Gewoon 1-1, bro. Hebben we dan verlenging? Denk het wel, hè? Geen verlenging. Dat betekent dus we hebben de return nog. Anthony is terug. Die is heel cruciaal. McTominay is officieel verkocht. Wat ik wil gaan... Een D? Wauw. We hadden dus meer kunnen... Wauw. Oh, we hebben de return. Oké, sinds we eindelijk weer wat geld hebben op de rekening... kan ik dus een paar spelers contracteren. Want we hebben heel veel talent... Kijk, ik ga het even laten zien. Afwijzen, we hebben hier... ja, maar nee. Laat maar zitten. Volgens mij hadden we eentje. Eentje, dat is deze man. Samuel Barrett, sorry. Even kijken. 1.2 contracteren. Dat is een middenvelder. Kunnen we gebruiken, denk ik wel. En volgens mij was dat het. We hebben dus de eerste wedstrijd gewoon gelijk gespeeld. We gaan meteen beginnen. En we gaan meteen de klus klaren, want dat kan echt niet. Ik wou het eigenlijk niet doen tegen Exeter. Maar die 1-1 heeft me gewoon een klein beetje boos gemaakt, weet je. Dus we gaan gewoon volle kracht. Verstandige keuze. Wow, wacht even. Meen je dat? Rashford, met de paas op. Rashford, kom op. Wat? Wat was dat, Rashford? Rashford, dat was echt raar. Dat begon gewoon bij... Rashford, kom op, man. Die speelde lekker in die eerste wedstrijd. Even wachten. Daar is net niet. Wan-Bissaka. En Kunku gaat hem niet worden. En dan is de pa... Wauw, wat ben je slecht, bro. Gewoon tegen Exeter weer. Die controle... Wat is er met Rashford aan de hand, bro? Hij staat buiten. Rashford! Schiet! Jongen! Daar is het! Hij wordt gewoon echt geblokt op elke manier mogelijk gewoon. Daar is Rashford. Eerste kans volgens mij op doel volgens mij. Wat? We winnen het duel, scheids. 0-0. Rashford. Rashford is zo slecht deze wedstrijd. Rashford. Rashford! Het is Nkunku trouwens. Jongen. Zie je wat ik allemaal moet doen om... Nee, hij valt. Oh, hij kits tegen ze. Dit meen je niet, bro. We gaan serieus verlengen tegen Exeter. Schiet! En we moeten gaan... ik ga niet eens wisselen. Ik vind het zo bizar. Ik ga niet eens wisselen. Als mijn spelers dit niet eens kunnen afmaken, dan verdienen wij, ja... Malasia is geklopt.
Wat een smerige actie van Redford. Zo slechte wedstrijd gespeeld. Ik wou gewoon niet wisselen. Nee, man. Nee, hier. Naar binnen. Dan nog een... Ah, die bewegingen. Maar nu pas. Klaar. 1-0 gewonnen. Maar ik moet je... Ja, dit was echt wel een... Dit, laat me het anders zeggen. Dit was de slechtste wedstrijd die ik heb gespeeld met het eerste helftal. 100%. Ik had een berichtje gekregen van Bellingham. En hij zegt, als je me niet vaker speelt, overweeg ik hier weg te gaan. Maar hij speelt... Bro, luister. Casemiro voor Bellingham. Oké, de wedstrijd tegen Brentford. Maar, wacht even. Want volgens mij... Ja, nee, kan wel. Wow. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? FA Cup weer? Is dit FA Cup? FA Cup. FA Cup. Wacht even. Crystal Palace gaan we nou ook simuleren. Wedstrijd is begonnen. We spelen gewoon met het eerste elftal nu. Want, nee, man. Wij zijn rood. Want je weet waarom. Hier hebben we Brentford staat voor met 1-0. Dit is wel echt slecht hoor. Mooie paas. Nog één paas. Ga maar door. Ga maar door. Ga maar door! Gelijk maken. Martial in de spits, my guys. Martial in de spits. Wat een slechte paas. We moeten... Ja, we mogen geen punten laten liggen. Dat is wel duidelijk. Dat is hem. Dat is hem. Davido Neres. Hij maakt hem wel af gewoon, hè. Het was wel een moeilijk schot. Hij maakt hem wel af. Anthony... My guy, het gaat lastig worden. Ik ga aan het einde van de aflevering kijken naar de stats van Neres en Anthony. Even vergelijken. Ze zijn weer in het penaltygebied. Ze zijn weer in het penaltygebied. Ja. Bijna mijn bureau kapot. Maakt niet uit. Maakt wel uit, maar ik bedoel, ik kan er niks aan doen. We winnen de wedstrijd. 2-1. Dankjewel Neres. Neres gewoon met het winnende doelpunt, bro. We gaan naar de volgende wedstrijd. We moeten wel weer gaan, want kijk. Ja, dat wil ik eigenlijk niet meer doen, man. We hebben een spits nodig, man. Backup. Rashford, Sancho die vroeg om te spelen, dus je krijgt minuten. Ja, weet je wat we gaan doen dan? Gakpo, jij mag gewoon dan gewoon... Weet je, we hebben geen keuzes. Anthony, ben je weer fit? Anthony is terug. Wan-Bissaka moet eraf en Kunku eigenlijk ook, maar... Lindelof, Maguire, Malasia, Shaw. Ik wil Nkunku, ja, maar Nkunku moet... Dan doen we gewoon Donny van de Beek daar. Dan doen we gewoon dat. Donny van de Beek, je gaat spelen als... Cam, my guy. Oh, ik heb weer verkeerd gedrukt. Ik heb weer verkeerd gedrukt. Wacht even. Ga naar Sim. Bijna aan de fout. De wedstrijd is begonnen. We beginnen goed. Davido. Nee, dat is... Wie? Is het Gakpo in de spits komt meteen? Waarom maak je het mij zo moeilijk, Gakpo? Ik bedoel van, dit is een lekker begin voor Manchester. Maar je bent geen spits. Ik ga je ook niet in de spits zetten. Nog steeds de bal. Crystal Palace. Jongens. Dit ziet er heel fout uit. We kijken even naar de stamina van de spelers. Zo. Maar kan nog wel. Sancho, bijna op. Ja. Donny! Donny van de Beek, jongens! 2-0! Crystal Palace. Crystal Palace in het penaltygebied! Eduard, ik kan me herinneren dat hij ook in de eerste wedstrijd had gescoord. Die we ook hadden gesimuleerd op deze manier. Ja, ik kan me dat herinneren. Ja. 2-1. Ze zijn helemaal terug in de wedstrijd. Donny van de Beek, Dalot, Anthony, Donny. Donny verliest daar de bal. Is dat cruciaal? Wordt dat een cruciale fout van Donny? Hij is er langs. Dat is de cruciale fout van Donny van de Beek. Ik zet het op ultra aanvallend. Laatste kansen. Het is 4 minuten. Donny van de Beek met de cruciale. Donny, maak het goed. Oh, Gakpo. Anthony. Oh! Dat was hem. Dat was de laatste kans. Dat was de laatste kans, jongens. Dat was de laatste kans. We gaan gewoon gelijk spelen tegen Crystal Palace. Ik moet... Meteen doorgaan, want anders... Spurs heeft gelijk gespeeld. Het is niet te geloven. Spurs speelt gelijk als wij gelijk spelen. Bizar. Bizar. De volgende wedstrijd is tegen Newcastle United. Voor de FA Cup. Sancho, ga zo door. Je begint wel een klein beetje beter te spelen. Exeter City was een hele moeilijke wedstrijd. Nu gaan we het opnemen tegen Newcastle United. Ik moet eigenlijk een backup hebben voor achter Nkunku. Weet je, ik ga je gewoon heel eerlijk zeggen. We hebben contact met Angel Gomez. Die speelde natuurlijk voor United. Maar op dit moment, weet je, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet wat we gaan doen. Dit zijn de 11 voor Manchester United. Casemiro op de bank. Bellingham moet even een paar wedstrijden in de basis spelen. En dan, weet je, dan stop je met klagen. Anthony is terug op de bank. Gakpo op de bank. De bank is wel sterk. Kunnen we wel zeggen, toch? De Gea, Malasia, Martinez, Varane, Wan-Bissaka, Fernandes, Bellingham, Rashford, Neres, Martial en Kunku. Martial en Rashford. Ja, maar tegen Exeter. Maar ja, FA Cup wedstrijden zijn nou eenmaal een stuk lastiger.
Dit is de FA Cup wedstrijd tegen Newcastle United. En ze hebben Saint-Maximin, Isak, vreselijk snel. 4-3-3 formatie. Trippier, de rechtsback, ook een lastige. Dit is de win. En Pope is een goede keeper. Neres mag nog steeds starten, want hij heeft het gewoon goed gedaan. Dus ja. Wan-Bissaka. En Nkunku. Ik dacht bijna dat Bruno Fernandes die bal niet kon passen op Rashford, want die verdediger was heel dichtbij. Fernandes, hier, die pas, kijk hier. Zie je dat? Tussendoor! En Rashford scoort weer. Rashford is misschien wel, ik denk als linksbuiten is hij wel het beste. Nogmaals, mijn excuus, want jullie zeiden het in het begin van speel hem als linksbuiten. Maar ik dacht, als wij Gakpo halen, dan moet Gakpo op links, Rashford in de spits. Maar we gaan dingen veranderen. Hopelijk volgend seizoen hebben wij Harry Kane. Als wij Harry Kane hebben in de spits, is het over en sluiten. Over en wachten. 5-star skiller, ik weet het maar. Wat was dat? Geen. Dat was geen overtreding. Scheidsrechter, maar kom op man. Dat was geen overtreding. Varaan. Slim gedaan. En dan is het. We spelen goed. We spelen simpel en goed. Ik moest hem in één keer geven op Martial, want anders was het buitenspel. We staan voor met 2-0, maar we blijven natuurlijk kalm. Want het kan altijd omslaan. Dat weten jullie ondertussen wel. Kijk, wat de aanval. Bruno Fernandes trouwens weer met de assist. Hij is niet kapot te krijgen, man. Vreester is er langs, maar Malasia is niet langzaam. Dit is het lastigste van verleden. Ja. Lekkere redding van de Gea, maar je ziet het. Je kan wel proberen, maar het maakt niet uit. Goed gedaan van de Gea. Lekkere redding. Verane of wie dat ook is. Bellingham. Waar valt die bal dan? Wees alsjeblieft de juiste mannetjes. Daar is het doelpunt. Ze hebben het toch gedaan. 2-1. Het heeft niet lang geduurd. 26 minuten. En ze zijn weer terug in de wedstrijd. Jammer. 28, Joe Willock. Hoe kan je die redden? Hele mooie redding. En Kunku. En bro! Martial! Rashford! Doelpuntje! Klaar bro! 3-1. Dankjewel maar Rashford. 2 doelpunten. Hij gaat voor de hat-trick. Ik kreeg het lukt eigenlijk. Krijgt hij geel? Martinez? Gele kaart voor Lisandro Martinez. En dit zou nog wel eens. Wie heb ik? Martinez, kan je dat? Oh, wat actie! Bro, die had je. Oh, dat was zo gruwelijk geweest, man. Oeh, je moest draaien. Isak. Daar hebben we Varane mee. Ging hij echt door de benen van Varane? Dat, ja, daar kan je niks aan doen, man. Hij stapt niet terug, hij glijdt. Omdat je die actie wil doen? Ja, oké.
Wat is dat wat ze doen? Martial. Ha! Klaar! Afgelopen! Martial, Rashford. Begint wel echt een dodelijke combinatie te worden, man. Hier, Rashford, Martial, Rashford met de assist. Martial met de doelpunt. Het is klaar. Lekker nu wel. Die wissel waar het niet is. Jammer, man. Maar ja, we hebben gewoon met 4-2 alle belangrijkste. We gaan door. Nee, wacht even. Hebben we nog de return tegen Newcastle? Volgens mij hebben we alle wedstrijden gewonnen. Ja, oké, de wedstrijd tegen Exeter, die eerste gelijkspelletje. We gaan even kijken naar de stand. Het verschil is 4 punten met City. Spurs, zoals ik al dacht, eindelijk aan het zakken. Liverpool op 4, Arsenal op 5. De topscorer in de Premier League is nog steeds Son met 20 doelpunten. Hij is ontketend, man. Diaz op plek 2 met 15 en Schick op plek 3 met 14. Wij hebben en Nkunku op plek 8 met 11. Ja, Rashford is niet langer dan spits, dus ja, dat maakt niet uit. Maar goed, we hebben echt wel een spits nodig, man. Dat, ja, hier zie je het. We missen gewoon echt een spits. Weet je? Dit kan echt niet. Broski, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. En Malski. Find your way. We can find